Ja, dienstencentrum De Riet gaat dicht. Waar gaat de biljartclub naartoe? Nou, het is namelijk zo, we zijn bezig met een of ander onderkom. Wil graag voor ons, als enigszins gaan, voor onszelf een zaaltje hebben. Waar we eventueel de tafels neer kunnen zetten. Maar we hebben via Avidan een kleine mogelijkheid dat we erbij erin, ergens is ook... Oh, één in ver bedoelt u? Dat is daar ook altijd in zoek. Ja. Maar dat zit kosten, grote kosten aan verbonden voor ons. En dat is 's middags en er is maar één tafel aanwezig, terwijl we 22 man hebben. En dan kunnen we dus, eigenlijk kunnen we niet meer weg. Hoeveel jaren hebben jullie in het dienstencentrum De Riet gezeten? Nou, het is in ieder geval meer dan 25 jaar. Ik denk wel 30, misschien nog wel meer. Heel lang, ja. En hoe groot is die groep altijd geweest? Er zijn een stuk of 12, 13. Soms iets meer, soms iets minder. Maar in ieder geval altijd meer dan 10 dames. Ja, en ja, nu moeten jullie het dienstencentrum gaan verlaten. Ja, dat kwam wel een beetje rauw op ons dak eigenlijk. Want, en we waren er ook helemaal niet blij mee. We zijn er nog niet blij mee. Maar het is niet anders. Er is een bezuiniging bij Avedan opgelegd. Dat is een bezuiniging van 400.000 euro. Vrij fors bedrag. En het is natuurlijk vooral aan de organisatie zelf, aan Avedan zelf, om aan te geven hoe ze invulling aan die 400.000 euro geven. En er is met ons overleg geweest in hoeverre het bespreekbaar is om ook te kijken naar de huur van het dienstencentrum De Riet. Nou, en daarvan hebben wij gezegd van nou, het is van belang dat de activiteiten elders door kunnen gaan. En daarmee staat Avedan dus voor de keuze van wat doen we? Zeggen we de huur op of gaan we daarmee door? Nou, en die keuze is dus gevallen op het niet continueren van de huur van het dienstencentrum. Ja, wat betekent dat we moeten kijken hoe we de activiteiten naar elders toe kunnen overbrengen. Vanaf 1 januari 2021 krijgen wij 400.000 euro minder subsidie van de gemeente Almelo. En dat betekent dus dat wij weer heel kritisch moeten kijken naar datgene waar wij ons geld aan uitgeven. En een van die pijnlijke besluiten die we hebben moeten nemen is de sluiting van dienstcentrum De Riet, of althans de huur daarvan op te zeggen. Ja, en toen werd er een motie van gemaakt, hè? En die motie die kwam niet door de raad. En daardoor moest alsnog sluiten, toch? Heb ik het goed zo weergegeven? Maar wij vonden en vinden het niet terecht om mensen in de kou te laten staan. Mensen die daar jarenlang gebruik hebben gemaakt van de activiteiten. Dus wij hebben ook hen echt bemiddeld naar andere plekken in Almelo, zodat zij hun vertrouwde activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Kunt u een voorbeeld daarvan geven? Nou, wij kunnen bijvoorbeeld zeggen dat er wat activiteiten naar de Schuppen gaan. Bijvoorbeeld de schildercursus gaat daar naartoe. En verder hebben wij gekeken naar de materialen die beschikbaar zijn binnen De Riet. Ze waren voor ons afgeschreven, dus wij hebben gezegd dan komen ze ook toe aan de groepen die daar gebruik van maken. Zodat de spullen ook een goede bestemming krijgen. Ja, bijna alles is goed onder dak en daar zijn wij hartstikke blij mee. Het heeft van onze organisatie wat gevraagd om mensen goed te bemiddelen naar een andere plek. Maar zeker ook inzet en flexibiliteit van de gebruikers om ook ondanks dit pijnlijke besluit naar een andere plek te krijgen. En nou, ik hoor zo her en der erg tevreden geluiden. Dus ik denk dat we heel trots mogen zijn dat de activiteiten elders zijn gehuisvest.